eigenlijk Toch Actief Gambia. Toch Actief Gambia is opgericht door ons dan. Maar wel met financiële middelen van Toch Actief Amsterdam, die dit jaar 100 jaar bestaan. En hun hebben dan eenmalig geld gegeven voor die academie in te laten schrijven in de competitie en dergelijke. Daar financieel stoppen ze dan mee, want ze staan nu zelfstandig. Maar wel blijven ze ondersteunen met shirts. En die gaan we zo uitdelen. En die gaan we dadelijk op. Hartstikke leuk. Nou, na de wedstrijd heb ik begrepen. Ja. Heel goed, dan kijken we nog even de wedstrijd. You like the shirt? Yes. Toch Actief! Toch Actief! Jan, dit is een van de ploegen die jij sponsort, hè? Good morning, thank you. Good morning. Morning. Good morning. We welcome you all. We said bismillah to Kafuta Village. Yes. Thank you. He said thank you all. Thank you all. I show you our total commitment of this. Thank you, sir. Hans. Yeah, what's your name? Shayo. Touré. Shayo Touré. Yes. That's not too bad. Pleased to meet you. My name is Hans. I come and take the kickoff for you. Yeah. Okay, well done. Enjoy, 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 enjoy. Met mijn rechter, zag je dat? Dus je liedje is de pest. Ja, die was wel, pakte die keeper goed, hè? Mooi over het muurtje heen. Deed hij goed. Maar het is ongelooflijk als je kijkt wat een goede techniek ze moeten hebben om op zo'n veld in feite de bal te controleren. En dat doen ze toch met speels gemak. Dat is wel heel leuk. Dan lopen wij op kunstgrasveldjes te voetballen. Dat is natuurlijk 1 graad. Dat is eigenlijk stukken moeilijker. Thank you very much. Holland, I like the shirt. I like the shirt. Very good. Krijgt gewoon dezelfde maar, broek ook aan. Toen Jan mij verzocht om mee te gaan naar Gambia, toen vroeg hij natuurlijk ook, kan PSV wellicht nog iets doen? Nou ja, ik heb daar wat contacten en uiteindelijk hebben we een heel mooi pakketje meegekregen. Maar dat is nog maar een schijn van wat er nog gaat komen. En dat betekent dat we hier eigenlijk een soort van nieuw PSV Gambia krijgen. From a Swedish goalkeeper, Isaacson, he used to play in the World Cup as well. In de trouser. Yeah? Good luck with it. Oké. Ja, oké. Kom on. Ik ga heel grateful. It's our pleasure and I hope you know you wear it with proud. Yeah. So next time we can give a little bit more. Yeah. Oké. Okay? Make sure that they look after the kids very well, hè? Eh? Yeah. Oké. Okay. Dit is Spiksplinter Nieuw, Jan.
Als je kijkt wat hier in de omgeving aan al die zandveldjes ligt, jaag ze hier naartoe, dan kunnen ze hier geweldige dingen doen. En dit wil ik nou verwezenlijken in Gambia. Nou, dat kan ik me voorstellen dat je dat wilt. Zoiets, en dat jeugd inderdaad. Ja, maar het is misschien ook weer typisch FIFA. Hè? Men doet even iets en dan legt men iets neer. En dan nazorg is 0,0. En dat is natuurlijk waardeloos. Want als je zoiets neerlegt, dan moet je juist kinderen en andere mensen de gelegenheid bieden om datgene te gaan doen. Ja, wat nodig is, lekker voetballen, mensen bij elkaar brengen. Ja. Het is eigenlijk ongelooflijk, maar in de middle of nowhere ligt daar in één keer een schitterend FIFA-veld. Aangelegd door meneer Blatter, nou niet persoonlijk, maar wel geschonken door de heer Blatter. En wat dan opvalt is dat er helemaal niks te doen is. En het is natuurlijk krankzinnig als je bedenkt dat hier in de omgeving jongens en meiden op van die zandveldjes hier rond lopen te spelen en te doen. En dat hier er geen ruimte eigenlijk is om te voetballen, om te trainen. En ik zou ervoor pleiten dat Jan Vermeulen en zijn stichting ook gaat zorgen dat hier volop gespeeld gaat worden. Want het is wel leuk dat de FIFA zegt, we leggen er een fantastisch veld neer. Maar dan moet je er ook geld voor zorgen dat het vervolgens optimaal gebruikt wordt. Want anders is het voor mij alleen maar window dressing. En dat is hartstikke jammer als je ziet hoe men hier in de omgeving moet voetballen. Heb je het een beetje warm, Jacuba? Warm, hè? Mooi moment, man. Heel mooi. Is dit degene, Jan, die je het langst hebt? Deze academie, of niet? Ja, ik kan me voorstellen dat je emotioneel bent. Hé, maar vertel. Hoe lang heb je deze groep al aan het werk? Alles na. Ik denk anderhalf jaar, twee jaar. Anderhalf jaar. En je hebt één aanspreekpunt? Ja. Dat is... Eloys. Bij AZ. Ja, nee, hier, bij deze academie. Hè? De man in het zwart, dat is John. Als ik kijk hoe deze jongens zo gedisciplineerd zijn. Dan is dit een heel speciale plek. Ja, dat kan ik. Ben je hiermee begonnen? Was dit jouw eerste? Het was wel een van de eerste. Ja. Maar hier, die discipline die is onvoorstelbaar. Hoe John dat voor elkaar krijgt met die kinderen. Dus... Ja. Ja, dat is heel mooi. Ik kan me voorstellen dat je geëmotioneerd bent. Kom, gaan we genieten van die gastjes. Very important because Jan is not only helping Real de Banjul Academy, he's also going around to a lot of academies because he has organized a lot of test games between our academy and the other academies that he's helping, and everybody is really talking high of him. They all appreciate his help because most of these academies are all very poor. They have no help. It's just like one person trying to help kids, to bring them together. They don't even have contacts to get financing. They don't have contacts to send the players, but they love football. You know, Jan is helping a lot. He's bringing footballs, he's bringing jerseys, and I think he needs more support because he can do better things, you know, bigger things also.
Wel done, Coley. Nou, pas me los. Serian. Ja, Hans. Waarom staan we hier? Om een klein beetje mijn droom aan te geven. Mijn droom niet alleen, maar onze stichtingse droom. Wat wil je met dit stuk grond dan? Deze grond die behoort bij de school daar. Die hebben wij al aangewezen gekregen om een voetbalacademie op te richten. Je wilt een voetbalacademie gaan oprichten? Wij willen eigenlijk, dat is onze droom, om hier in Gambia... Maar dan moet je ook een ander veld hebben volgens mij, niet? Dat is de tweede droom. We willen dus inderdaad met een kunstveld... Een kunstgrasveld? Maar als jij praat over een academie, dan denk ik gelijk, dan ga je talenten opleiden om die vervolgens te verkopen naar Europa. Nee, zo moet het niet zien. Als wij zijn voor Gambia, we zijn voor de jeugd en voor de kinderen. We willen iedereen de kans geven om hier te kunnen voetballen. Ik wil eigenlijk in deze omgeving dan een soort competitie opstarten. Dat ze onderling op deze grond kunnen spelen. Maar ook, ze kunnen ook een opleiding krijgen, ook gekoppeld aan de school. Dus eigenlijk wil je iets wat FIFA veld, wat ze daar nalaten, dat wil je hier gaan realiseren? Dat wil ik eigenlijk hier realiseren. We hebben straks het FIFA veld gezien. Daar ligt er eigenlijk bijna ongebruikt bij. Ja. Terwijl ja, de sport en het voetbal vooral... Dat verbroedert enorm in Gambia. Ze hebben één droom in Gambia, zeker de jeugd. Dat is voetbal. En eigenlijk Didier Drogba achterna, toch? Ja, of Etienne, of de Touré's, of ja. Al die Afrikaanse voetballers die ze hier eigenlijk als hun ideaalbeeld zien. Ja, absoluut. En ik wil die jeugd dan ook de kans geven om inderdaad een goede opleiding te krijgen. Ik wil dan in de toekomst, stel dat het mij gaat lukken, wil ik ook Nederlandse coaches naar Gambia laten komen. Die dan pro deo gaan werken om die jeugd op te leiden. En eventueel coaches op te leiden. Op te leiden, ja. Dat is eigenlijk het. Hoe lang, hoeveel tijd gaat er nog overheen, Jan, voordat het gerealiseerd is? Ik hoop een jaar, maar... Ik ben bang dat het niet in een jaar gerealiseerd is. Nou, wat is reëel? Een jaar of twee dan? Nou, twee, drie? Twee, drie jaar is wel reëel. Nou, dan hoop ik nog een keer terug te kunnen komen. Ik hoop dat je er dan bij bent, okay. Hans. Succes. Echt, dat meen ik. Heel goed, succes. Bedankt. Three times. Yeah, okay. Come on, you start. 3, 2, 1.